De vrijwilliger van het jaar 2022 is Herman Wieringa. In de categorie Cultuur 2022, Kunstkaravaan de Bonte Koe. De winnaar in de categorie Maatschappelijk 2022 zijn de Krachtvrouwen. Wil ik het team bedanken achter Krachtvrouwen en iedereen die ons heeft gesteund. De mensen maken de stad, maken het dorp. Dus jullie maken de, ja, zeist tot wat zeist is. Maar jullie willen weten wie er gewonnen heeft. De winnaar in de categorie Zorg en Welzijn is de NPV. Zeist voor de